Dit is Callander, een lied plakje in Scotland on the foot van de Highlands. Hier binnen Highland Games tige populair. De top van de wereld komt hierheen om de street uit te vjochtsen. Street die al duizenden jaren hetzelfde is. Er wordt heeg gegooid, de kebertos moet door de kop en stjen moet er vier mogelijk smieten worden. Het is een vrouw het Wout Zielstra van Volsgeren hem in thuis field. Wat loopt hier nou altijd weer heen? Er zijn heel soort wedstrijden en deze is een beetje speciaal. Je komen wel alle toppers, hoe is mogelijk, van zo'n liefst plekje. Maar dit liefste plekje zorgt ervoor dat alle besten van de wereld hier komen. Ja, ja. Maakt het bijzonder, ja. Is dat een held dan? Ja, dat is een held. Zie ik Erik nou wereldrecord. Dat hekkel hier hebben en dat wordt zo respectvol met hem jong hier. Ja, op wat manier dan? Wat is dat respectvol om? Ik word behandeld als een vorst. Ja. 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 Al die trabellen. Nou, we van het vliegveld ophalen, we brachten hotellen, we werd op die post als nog steeds. En dan gooi ik het niet met ze heen, maar ik word nog steeds behandeld als. Als ik dan bij die oude organisator ben, dan is er in een speciale kamer bij hem thuis. Hij heeft een heel groot huis. Hij is multimiljonair, Dougie, zal hem aanslaan. Ja. Maar dan is er in een kamer, daar moet alleen nog de kampioen slepen. Speciale kamer. En daar komt zo dan ik. Daar kom ik dan ik in te leven. We'll have a wee chat later. De big organizer hier. Mr. Webster. Mr. Webster. Wie is de organizer hier? 80 hier is een beetje. Als je liggen. Ja, dat gaat er. Hij organiseert het al. Ja. Dit is de man, de grootste promotor van Highland Games. Hij had ik de wereldkampioenschap. Dit ben ik de officieuze wereldkampioen, de World Games. Hij geeft ik met de wereldkampioenschap door de hele wereld. Nederland zit ik dan een keer in de planning of Friesland. Maar ja, dat kost een soort geld om ik eens een keer zien. Het kost niet zo tijd omdat ik het organiseer. Maar Amerika, Nieuw-Zeeland, Finland, hoe heb ik mijn meest voor die wereldkampioenschappen? In 43 ben ik nog zo'n beetje dat ik had, dit is mijn 22e jaar een wedstrijd, dus dat is al verschrikkelijk lang. En de souplesse raakt het nou wat fut. Ik ben al wel sterk, dacht ik, maar de souplesse raakt het fut. En dat is heel normaal natuurlijk. Ja. Maar ja, hier, ik heb het gevoel dat Mukje nog steeds, ze wil ik graag nog komen steeds. Dat is ja. Ik het probleem. Ze bellen altijd, altijd weer uitnodigen. Ik moet komen. Ze willen eigenlijk net zonder mij. Ja. Nee. Maar wat is dat dan? Dat ze daar graag bij hebben. Waarom willen ze dat? Ja. Ik maak ik wat show en ik ken goed met alle jongens. En ik ben zelf ook wel even een skerig van hoe ben de jongens. Het is toch een soort vreunwoord van je. Hè? Ja. Je wordt een sterke manwedstrijden houden, ja. Tagelijk maar die Highland Games. Ja. Wat totaal verschillende type man ben dat? Ja. Waar leidt dat om? Ja. De sterkste man is puur op kracht natuurlijk. Dan. Zo zwier mogelijk tillen. Dat is ik hier voor de reden dat ik toen ophouden ben. De gewichten gaan nooit weer op. Nou, het wordt steeds verder. Highland Games die gewicht ben gelijk. 25 kilo heegooien, bloot gelijk. En dat is het verschil. En Highland Games is vol met techniek. No? En sterkste man is, weet je net, is wel een hele andere wereld. Geen sterke manwedstrijden meer voor Wout. Maar de Highland Games, dat liek het nog net echt oer.